Is er veel overeenkomst tussen uw apen en onze politici in het algemeen? Er is de nodige overeenkomst, ook fantastische verschillen. Hè? Want die politici die zitten allerhande argumenten te ontwikkelen. Dat hebben we apen nog nooit zien doen. Is dat maar beter bij de apen? Of? Nou ja, kijk, maar ze hebben hetzelfde probleem wat elk sociaal dier heeft. Je zit met elkaar en dieren willen, net als mensen, grip hebben op hun omgeving. Controle. We hebben u gevraagd het debat van vandaag zorgvuldig te bekijken. En ons te vertellen wat u opviel. Het eerste fragment wat u meegenomen heeft, dat gaan we nu zien. Kunt u vertellen waarom u dat meegebracht heeft? Nou, dat heb ik meegebracht omdat je hier twee spelers ziet die met elkaar een coalitie vormen. En moet je eens opletten, deze is de derde speler in de coalitie die dit bekijkt. Maar deze twee die zijn druk bezig om met elkaar te vertellen hoe goed ze het met elkaar hebben. Realiseert u zich dat diezelfde twee een half jaar geleden of meer, toen de Oeroeskonverlenging aan de orde was, mekaar de huid hebben volgescholden. En dat soort dingen zien we ook bij onze apen. Op een gegeven moment zijn er die met elkaar samen de macht denken te kunnen delen. We hebben beelden van een apencoalitie die dan verstoord dreigt te worden. Misschien kunt u even beschrijven wat. Nou, hier hebben we een jong mannetje, die heet Dandy, en dat is de derde in de rangorde. Ja. Er is een coalitie. En hier zien we trouwens dat Dandy nogal zonder evenveel eerbied behandeld wordt. Maar dit zijn de twee leiders die met elkaar een coalitie hebben gevormd. Verhagen en Rutte hier zo. Ja, noem ze maar zo. Ja. Die zijn nog bezig, maar zie ook hoe ze keurig met elkaar meelopen. Ja. En let eens even dadelijk, zien we ze weer. In de pas. Op de synchronie. En nu komt de derde, Dandy, die loopt midden tussen die twee in. Dus Wilders en dat loopt is zeer tussenin. Provocerend. Ja, ja, ja. En dat pikt de leider dan ook niet, maar die gaat niet rechtstreeks de confrontatie aan. De Femke-aap krijgt een klap, zag je? De Femke-aap krijgt een klap. Ja. Ik denk dat de twee partijen die elkaar zo hard nodig hebben, dat is Verhagen en dat is Rutte, die lopen over van vlooi gedrag naar elkaar. Dat is een prachtig gezien. Maar hoe lang gaat het blijven? Hoe lang gedoogt de Wilders aap het? Want het is zo, alleen kunnen ze het niet. Nee. Dus om de meerderheid krijgen ze die ander nodig. Dat zien we een patroon wat we telkens teruggeven. Dus dat betekent, wil je het in stand houden, moet je toegeven. Halen we het hoe eind van het jaar? Halen we het eind van het jaar? Ik heb geen, ik heb mijn voorspellend vermogen is tamelijk gering. Maar ik denk niet dat dit een fantastisch team, een fantastische houdbare coalitie is. Meer hoeven we niet te weten. Dankjewel, Jan de Hoop. Graag gedaan.